Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Zoals we kunnen zien op de satellietfoto trekt er veel bewolking over Nederland. Zeker in het zuiden zijn die wolken behoorlijk dik en kan er af en toe wat regen vallen. In het midden en noorden breekt soms de zon door, maar daar trekken dan ook wel weer stevige buien over. En die buien kunnen gepaard gaan met hagel en ook met onweer. En tijdens zo'n stevige bui, dan zakt het kwik even terug naar een graad of 3. Maar voor de rest stijgt de temperatuur uiteindelijk naar maximaal 6 of 7 graden. Aan het einde van de middag en in de avond gaat de wind ook nog eens flink toenemen vanuit het noordwesten. Die wordt matig, aan de kust krachtig en misschien zelfs even hard, windkracht 4 tot 7. Later op de avond gaan de buien geleidelijk aan wel afnemen. En morgen ziet het weerbeeld er dan een stuk vriendelijker uit. Er is een afwisseling van wolken en zon. Vanuit het noorden drijft een enkele bui over het land, maar de droge perioden overheersen. Het wordt 8 tot 9 graden en de wind gaat afnemen. Op dinsdag en woensdag hebben we juist weer veel bewolking. Misschien dat er zelfs een spatje regen valt. Op woensdag alweer ietsje meer zon. Donderdag periode met zon en vrijwel droog. Middagtemperatuur ligt over het algemeen rond een graad of 10. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl.